Heb je wel eens een huis gezien in de vorm van een kubus, cilinder of piramide? Ze bestaan echt. Je hoeft niet naar het buitenland om bijzondere huizen te spotten. Nee, je kunt ze gewoon in Nederland vinden. In dit lijstje laten we niet enkel enorme lofts of kastelen zien. Ook een huis met een gevel van slechts 1 meter heeft wat bijzondere eigenschappen. Of wat dacht je van een appartement in een oud schoolgebouw? Creativiteit komt terug in sommige woningen en dat laten we zien in deze top 10 bijzonderste huizen in Nederland. Nummer 10. Intel Hotel Zaandam. We beginnen deze top 10 in Zaandam. Daar staat namelijk een van de Intel Hotels, die architectonisch het benoemen waard is. Dit hotel is namelijk opgebouwd uit 70 losse Zaanse huisjes, die verschillende kleuren groen hebben. Het gebouw is ontworpen door Wilfried van Winden. Die kreeg als opdracht een ontwerp te maken voor een hotel om het centrum van Zaandam nieuw leven in te blazen. Dit project heette Inverdam. Het felblauwe huisje is een verwijzing naar schilder Claude Monet. Hij schilderde dit huisje in 1871 en het was zijn enige schilderij uit de Zaanstreek. En dat schilderij werd dus geëerd met dit hotel. Nummer 9. Watertoren. In het Noord-Brabantse Uppel staat een watertoren. Deze toren heeft de bijnaam de knuppel van Uppel. Nog bijzonderder is de functie van de toren. Het fungeert niet als watertoren, maar als woning. Job, de bewoner die zich hard heeft gemaakt voor dit idee, moet elke dag 219 traptreden belopen om in zijn woonkamer te komen. Maar gelukkig is er ook een lift. Zo'n enorme woning is natuurlijk fantastisch, maar qua energieverbruik en stookkosten is het iets minder. Maar daar heeft Job wat op bedacht. Het waterreservoir dat boven in de toren ligt, wil hij gebruiken als buffer om warmte in op te slaan. Een innovatief idee. Zo steekt hij letterlijk boven iedereen uit. Nummer 8. Controversy Tram Inn. Sinds 2002 is op een boerderij in het Noord-Hollandse Hoogwoud plek om te overnachten in een bed and breakfast, genaamd Controversy Tram Inn. Deze plek werd opgebouwd door Frank en Irma, die als missie hadden om gasten een ludieke overnachtingsplek aan te bieden. Vanaf 2019 ging het bedrijf verder met een nieuwe eigenaresse en sindsdien staat het bed and breakfast in de lift. Er zijn namelijk niet alleen slaapplaatsen op het terrein, er is een volledig museum aanwezig. Ook zijn de treinstellen opgeknapt. Wat betreft de overnachtingsmogelijkheden is er een rijk aanbod. Zo kun je slapen in een Amerikaanse, Mexicaanse, Italiaanse of Franse tram. De trams zijn behoorlijk luxe ingericht. Nummer 7. Draaiend huis. Misschien ben je wel eens in Frankrijk op vakantie geweest en verbaasde je je flink over de zogeheten rotonde kunst die je daar wijd en breed tegenkomt. Gelukkig is dit voorbeeld een bevestiging dat Nederland ook heuse rotonde kunst kent. Op de Hasseltrotonde in Tilburg staat namelijk het Draaiend Huis. Het kunstwerk werd gemaakt door John Keumerling, die bedacht dat het vet was een huis van 5 meter breed, 10 meter hoog en 8,5 meter diep rond te laten draaien. Iedere keer als je de rotonde nadert is de kans groot dat het huis op een andere positie staat. Zo'n kunstwerk is best cool, maar wie er minder over te spreken waren, waren de examenleerlingen van 2021, die wiskunde A en C deden. Er werd een vraag gesteld over de plekken van het huis op dezelfde dag, maar met verschillende tijdstippen. Het was best een leuke vraag, maar veel kandidaten vonden dat het meer begrijpend lezen dan wiskunde was. Nummer 6. Duikerklok. Voor het volgende bijzondere gebouw blijven we nog even hangen in Tilburg. Op de Bisschopswijzelaan staat namelijk een echte eyecatcher, de woning van Jan Baten. Het is moeilijk te omschrijven wat het nu precies is. Zie je dat? Dit huis is helemaal rond. Of dat onhandig is met de meubels? De bewoner vindt van niet. Hij hoefde enkel 2 ronde barkrukken van IKEA aan te schaffen. Wat soms wel vervelend is, zijn te nieuwsgierige voorbijgangers die aanbellen om eens binnen te kunnen kijken. Nummer 5. Smalste huis. Claustrofobie is niet zo handig in dit pandje. Het huis op de Singel nummer 7 in Amsterdam. Dit is namelijk het smalste huis ter wereld. Feitelijk gezien is het huis het smalste door de gevel, die is slechts 1 meter breed. Waarom zou je zo'n smal pand bouwen? Puur ter opvulling? Nee. Voor het antwoord duiken we de geschiedenis in. Tijdens de Gouden Eeuw werd flink geïnvesteerd in woningen rondom de Singel. Maar er waren wat problemen met de belasting.
hoe breder de gevel van een huis, hoe meer belasting er moest worden betaald. Voor single 7 is het gezegde schijn bedriegt echt van toepassing. Aan de voorkant is het huis slechts 1 meter breed. Naarmate je meer naar achteren komt, is het huis zo'n 5 meter breed. Het is dus puur trucage voor de Belastingdienst. Plek 4. School. In 2013 zette de gemeente Rotterdam een oud schoolgebouw te koop waar architecten Jenny en Dominique wel potentie in zagen. Hoewel het oude gebouw ten tijde van de aankoop nog vol stond met schoolspullen en troep, konden de architecten de schoonheid van het bouwwerk zien. Zo hebben ze de 2 grootste klaslokalen beneden opengebroken en daar een loftachtige woon-werkruimte van gemaakt. Door het hoge plafond en witte muren heb je inderdaad nog steeds de schoolvibes, maar door het rustige meubilair is het een mooie woonruimte geworden. Ook de typische wc-ruimtes zijn behouden. De typische toilethokjes zijn volledig gerestaureerd en bevatten nu ook douches. De ruimtes kunnen gebruikt worden door de bewoners van de 6 andere appartementen in het gebouw. Nummer 3. Schuine daken. Duurzaamheid is hot and happening en belangrijker dan ooit, vooral in de woningbouw. Daar weet een opdrachtgever in Almere wel raad mee. Hij liet zijn duurzaamheidsideeën voor een zelfbouwkavel namelijk door het dak gaan. Letterlijk, want geen enkel dak van dit huis is horizontaal. Ook zijn veel van de muren niet per se verticaal gebouwd. Hierdoor manifesteert het woonhuis zich als een soort landschap. Tevens wordt hierdoor vanuit ieder standpunt in het huis een ander beeld gecreëerd, waardoor het huis zich voordoet als een kaleidoscoop. Van binnen heeft het huis dus veel verschillende ruimte en volumes. Hoe houd je dat energiezuinig? Gelukkig is daar wat op bedacht. Wat betreft duurzaamheid zijn er een warmtepomp, vloerverwarming en individuele ruimteregeling aanwezig. De uitkomst is dat energiebesparing een nog beter rendement heeft dan de wettelijk vereiste energieprestatie. Nummer 2. Kubuswoningen. Deze mochten niet ontbreken in het lijstje, de Kubuswoningen in Rotterdam. Dit is een verzameling van 38 woningen en 13 bedrijfspanden gelegen bij de Blaak. De Kubussen zijn gebouwd tussen 1982 en 1984 naar ontwerp van Piet Blom. De Rotterdamse Kubussen zijn een variant van de Helmondse, alleen zijn ze in 010 een slagje groter. De reden voor de bouw van de Kubussen was een tegengeluid van bewoners op de heropbouw na de Tweede Wereldoorlog. De visie van architect Blom was om bouwwerken op maat te leveren, die opgebouwd waren uit kleinschalige herkenbare elementen. Het eindproduct was een kubuswoning met 3 lagen die op volgorde van onder naar boven het straathuis, hemelhuis en loofhut heten. En dan op de eerste plek piramiden. Niet alleen in het zonnige Egypte, maar ook in Nederland kun je piramides vinden. Allereerst in Almere Overgooi. Er zijn een aantal jaren geleden 2 kavels vrijgegeven die zonder restricties konden worden verbouwd. Het resulteerde in de 2 gouden piramides met bewoners die volledig gebiologeerd waren in piramides. De 2 bewoners hadden een bedrijf in spirituele piramide-energieën. Dat begon zo goed te lopen dat de winst kon worden gepompt in het bouwkavelproject. Een ander piramidevormig huis vind je in het Friese Workum. Feitelijk is dit woonhuis, genaamd Landskip, een piramide op zijn kop. Het idee was een typisch Friese plaats te bouwen, maar dan met wat extra allure. Het idee is geïnspireerd op de overstromingen in de 19e eeuw. Toen stond de halve boerderij ook onder water. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!